Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul en Paul en Budgetplan. Goeiedag. Zometeen in de uitzending Raymond Sluiter, die terug is gekeerd als tenniscoach. Dit keer niet van Kiki Bertens, maar van de Duitse Julia Görges. Maar we beginnen met Joris van Dijk, de nieuwe commerciële directeur van Feyenoord. Jarenlang was hij directeur bij Madurodam, maar hij wilde het liefst werken bij zijn liefde, Feyenoord. Voor Joris van Dijk was het zijn eerste officiële handeling in dienst van Feyenoord. Sinds 1 juli is hij de commercieel directeur in de Kuip en hij opende afgelopen week een nieuwe Feyenoord fanshop bij het Maastadziekenhuis. Van Dijk is samen met de overige directieleden druk bezig om de puzzel te leggen als het seizoen straks weer begint. Bijvoorbeeld hoeveel supporters er straks het stadion in kunnen. Ja, dat is nu allemaal onderdeel van die puzzel. Hè. Dus we gaan het in eerste instantie stapsgewijs doen. Dus we het in ieder geval controleerbaar houden. Dus nou ja, zoals het er nu naar uitziet gaat het eerder bij de eerste wedstrijden richting de 10.000 dan richting de 15. Maar in alle opzichten geldt, wij moeten gewoon die 1,5 meter kunnen waarborgen. Dus ja, daar wordt gewoon vanuit de club nu diep over nagedacht. Gaan we die testen zien bij Feyenoord Sparta en bij Feyenoord Twente? Nou ja, zeg maar, die twee wedstrijden zijn bij uitstek nou de wedstrijden om inderdaad te gaan kijken van is alles wat we op de tekentafel hebben verzonnen in lijn met het protocol wat natuurlijk ook vanuit de KNVB is uitgegeven. Gaat dat in de praktijk ook werken? En dan kan je maar beter een beetje beperken in eerste instantie dat je meteen tegen obstakels oploopt omdat je gewoon te veel mensen hebt toegelaten. Naast het openen van de fanshop werd ook het nieuwe thuisshirt van Feyenoord gepresenteerd. Rechtsback Lutjarel Geertruida overhandigde het symbolische eerste exemplaar aan Peter Langebach van het Maastadziekenhuis. Een aantal weken geleden natuurlijk al het nieuwe uitshirt geïntroduceerd. En als het thuisshirt gaat doen wat het uitshirt heeft gedaan, dan wordt dat een groot succes. Het uitshirt is het best verkopende shirt tot op heden, wat we in de markt hebben gezet. Dus ja, daar zijn we gewoon ongelooflijk blij mee. Hebben we ook hard nodig in deze tijd. Maar het is mooi om te zien dat het enorm in de smaak valt bij onze supporters. Heeft u ook aantallen van dat nieuwe uitshirt? Nou, we zien dat het best verkopende shirt tot op heden 2015 was het blauw-oranje. En dit shirt ja, dat verkoopt ongeveer met 1000 per dag. Dus we zitten nu tegen de 10.000 shirts aan. Dus ja, dat zijn gewoon hele mooie aantallen. Rond deze tijd in juli is normaal gesproken de open dag van Feyenoord. Traditiegetrouw een belangrijke dag op commercieel gebied. Ja, nou ja, dit jaar kan dat dus niet doorgaan. Dus we proberen ja, zoals zoveel dat moeten, via allerlei andere kanalen, vooral ook digitaal, proberen we toch onze supporters te bereiken. Ja, we kunnen het helaas gewoon op dit moment niet bij elkaar brengen zoals we graag doen met de hele familie in het stadion. Dus ja, het is een beetje pas en meet op dit moment. Op de vraag wat de grootste uitdaging van de nieuwe commercieel directeur wordt, heeft Van Dijk nog geen antwoord klaar. Daarvoor moet Feyenoord volgens hem eerst door deze crisis heen. Ja, en je ziet gewoon dat corona is nu gewoon een grote beer op de weg. Nou, als die eraf is, ja, dan is het aan ons gewoon om de club verder te laten groeien en bloeien. En daar ga ik me de komende weken verder in verdiepen van hoe ik daar mijn bijdrage aan kan leveren. Waarom is Feyenoord interessant voor buitenlandse investeerders, commercieel gezien? Ja, dat is een goede vraag. Vraag die ik nog niet 1, 2, 3 kan beantwoorden. Maar ik denk dat Feyenoord is gewoon sowieso, het is een nationaal icoon. Internationale uitstraling, een vlaggenschip, een gigantische trouw supportersbase. Prachtige historie en altijd hoopvol over de toekomst. Ja, partijen die zich daarin herkennen en die willen meegroeien met Feyenoord en daarin willen investeren. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En dan gaan we nu door met Feyenoord-supporter Raymond Sluiter, die deze week is teruggekeerd als tenniscoach. Na de breuk met Kiki Bertens gaat hij nu mogelijk aan de slag met de Duitse Julia Görges. Deze week was hij haar coach bij een demonstratietoernooi in Berlijn. Maandag speelden ze de eerste wedstrijd, stond ze 3-6, 3-3. En ze wil om de backhand heen lopen en struikelt een beetje en verrekt een enkelbandje. Ja, daar kan je dan gewoon niet zoveel mee, weet je wel. Want ook als je na 1,5 set geblesseerd raakt, is het eerste ook niet wat je zegt van goh, wat vond je van je service en wat vond je van je voorhand en zaten je patronen een beetje. Nee, dan gaat het om goh, hoe erg is het en hoe lang gaat het duren. Dus daar hebben we het ook eigenlijk daarna helemaal niet meer over gehad. Sluiter kende Görges via zijn oude pupil Kiki Bertens, waar de Duitse wel eens mee in het dubbelspel speelde. Görges vroeg Bertens om advies en belde daarna met Sluiter. Ja, ik wil gewoon nog wel aan bepaalde dingen werken en echt kijken of ik er alles uit kan halen. Ik denk dat er nog meer mogelijk is dan dat ik tot nu toe gedaan heb. Nou ja, dat gecombineerd met het feit dat ik er al behoorlijk kende als persoon,
En ook het feit dat ik aan haar aangaf van, hey, ik zei meteen als eerste van, ik wil niet fulltime reizen. Zij zegt, nou ja, weet je, ik ben 31, ik weet wel een beetje hoe het zit. Dus als het 60 tot 70% van de weken zijn die je reist, kan ik daar, vind ik dat ook prima. Misschien is dat af en toe wel goed. Ja, zo vielen er wel heel veel puzzelstukjes op zijn plaats om een proefperiode te beginnen. Sluiter begon met Bertens toen zij aan het begin van haar carrière stond. Gürges is al 31 jaar. Dat vergt een andere aanpak. Wat voor mij het belangrijkste met haar zou zijn, is om iets meer richting in haar spel proberen te brengen. En dat zal ook niet makkelijk zijn, want als het zo makkelijk was, had ze het wel al gedaan en ze heeft met goede mensen ook gewerkt. Alleen iets meer van, oké, op welke punten kan ik wel voor wat meer gaan? Op welke punten kan ik voor wat minder gaan? Als ik onder druk sta, kan ik dan misschien de bal een keertje wat meer door het midden spelen? Want als ik wat dichter bij de lijnen speel, dan ligt hij er misschien net naast. Eigenlijk hele simpele dingen. En dat zou ik voor haar wat meer concreet willen maken. Het eerste grote tennistoernooi staat eind augustus gepland. De US Open in New York. Ik denk dat ik licht zou neigen naar nee, omdat er nog te veel onduidelijk is wat betreft verzekeringen, wat betreft quarantaine vooraf, maar ook quarantaine wanneer je weer terugkomt. En stel, we gaan er even vanuit dat jullie gaan samenwerken, ja. Dat jullie samenwerking aangaan. Zij zegt, ik ga daarheen. Ja. Ga je dan 100% mee? Nou, dat kan ik echt nog niet zeggen. Weet je wel, er is te veel onzeker nog. Het kan zijn dat het over 2-3 weken natuurlijk wat rustiger zou zijn in Amerika, maar zo ziet het er vooralsnog niet uit. Ik denk dat de kans heel klein is. Ik denk dat het uiteindelijk voor haar en voor mij besloten gaat worden. Want ik denk dat over een week of twee gewoon de stekker eruit gaat. Dat het toch gewoon niet haalbaar is. Alleen zij hebben ook weer hun eigen argumenten om toch zo lang mogelijk te wachten. En dat heeft hoofdzakelijk, of eigenlijk alleen maar met centjes te maken. En tot zover de sport voor vandaag. Maandag zijn we er weer. Dan beelden van de oefenwedstrijd tussen Racing Genk en Excelsior. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lauwman Peugeot, Sanidump, Paul & Paul en Budgetplan.